Goedemorgen, het is vandaag zondag. Wij zijn net wakker en ik voel me echt zo slecht omdat ik gisteren koolhydraten en suikers heb gehad. Mijn maag doet gewoon pijn, mijn buik is opgezwollen. En ja, dat ga ik ook niet meer zo heel snel meer doen. Ik reageer daar gewoon heel erg slecht op. Maar ik ga nu even lekker rustig opstarten. Nes is ook al wakker. Hé, Nes? Hallo. Nes is ook al wakker. Hij is met de katjes aan het spelen. Ik ga even mijn dag starten met koffie en Nessie is aan het editen. Ik ben het programma aan het kijken van Lindsay Lohan, maar ik vind het echt een rot programma. Wat jongens, ik had mijn koffie nog niet eens op. Of ik moest gewoon weer naar de wc, misschien te veel informatie. Maar ik ben deze ochtend echt gewoon al 3 keer naar de wc gegaan. Ik heb echt mega veel buikpijn. Ik moet echt even chillen met mijn cheat days, man. Echt waar, ik voel me zo beroerd nu. Lekker, ben ik chillen. Nou, zusje valt me de hele tijd lastig op de wc. Echt niet lief, maar je hebt het lief. Kijk, zien jullie deze moedervlek hier van Lyra? En zij wordt Cindy Crawford genoemd onder de katten. Mooi hoor. Je bent echt zo'n mooi kind. My favorite cat. Oh, dat mag je niet zeggen. Bobby. Dat mag je niet zeggen. Ik mag alles. Dinar, die pik jij dat? Oh, Dinar is zo zielig. Waarom zeg ik dat? Oh, Dinar, kijk, het is echt zo'n jaloerse bitch. Dat is echt jaloers hoor. Dat is een kont te likken. Nessie test onze nieuwe stofzuiger uit. Maar ik zei al dat hij dus super krachtig is. Ik kreeg gewoon pijn aan mijn arm hiervan. Hoe vond je hem? Ja. Ja, maar je arm doet er pijn van na een tijdje. Trouwens, het is wel echt een heel uniek moment. Net zoals aan het stofzuigen. Laat me even hiervan genieten. Oh my god. Even aan mijn schoonmoeder laten zien. Net zoals aan het stofzuigen. Ja, hij is wel een beetje heftig, hè, Nes? Zo, lekker een simpel ontbijtje. En ik ben verplicht altijd om hierna te kijken als Nessie met mij ontbijt. Leuk hoor. Ik eet weer zo'n crackertje die ik van Albertijn heb met kaas. En wat is het eigenlijk? Gebraden kip gehakt. Dit is mijn laatste cracker, dus ik weet niet wat ik hierna ga eten. We gaan nu even samen een beetje schoonmaken. Nessie is bezig in onze slaapkamer met zijn kleren op te ruimen. En ik ga hier gewoon weer stofzuigen, want... En daarna ga ik er nog even overheen dweilen. En dan ga ik ook even snel helpen met de kleding. En daarna gaan wij sporten. Net lopen dweilen, komt Nessie weer gewoon recht doorheen lopen. Nog een laag bij de dus. Goed bezig hoor, Nes. Goed bezig hoor. Moe. Nessie is boos op de kat, hij is zijn kast aan het opruimen. Ik vind het niet meer leuk. Eruit. Eruit. Hey. Atla. Auw. Adi Nari, hoor eens Lyra, hè? Hoi Lyra, betrapt. Je bent heel stout. We zijn nu even samen de kattenbak aan het schoonmaken. Die was echt zo goor, terwijl ik hem gewoon echt onlangs heb schoongemaakt. Met die Dina die verschijnt zoveel. Ik zweer, Dina is echt zo goor. Eigenlijk een beetje de hele middag lopen schoonmaken in huis. Daar ben ik echt heel erg blij mee, want mijn huis is lekker
schoon nu. En Nesme heeft me ook nog geschopen. Komt ook niet vaak voor. Ik ben er echt heel blij mee. Maar toen ben ik daarna even lekker gaan douchen. Ik heb mijn badjas snel aangedaan. We zouden eigenlijk naar ons pand gaan nu om daar even aan het werk te gaan. Even een uurtje. Maar het gaat niet meer door. Want Nesme gaat even naar zijn vriend. Want die heeft wat te vieren. Dus ik eet zo alleen. Maar ik heb even besloten om iets heel erg lekkers voor mezelf te maken. Ik ga zo naar de Albertijn. En dan ga ik iets maken wat ik laatst heb gehad. Maar laat ik jullie even straks zien. Ik ga me even snel een beetje fatsoeneren. Om even snel opmaken. Toen heb ik dit heftige kleurtje op mijn lippen gedouwd. Oh my god. Toch maar even voor een normaler lipkleur gaan. Die andere was wel echt heel erg heftig en donker. Dit is beter. Ik heb hem snel even omgekleed. Want ik ga naar de Albertijn. Want ik wil dus vandaag de salade van Loetje namaken. Maar dan een beetje op mijn eigen manier. Want daar zaten best wel veel suikers in. Tenminste in het sausje. Ik heb het later even opgezocht wat er precies in zit. En ik ga het even op mijn eigen manier doen. Want er zit daar ketchup in. En kokosmelk. En weet ik veel wat ze er allemaal in. Maar ik ga het gewoon op mijn eigen manier maken. En dan laat ik ook nog een paar dingen achterwege die ik niet zo heel erg lekker vind. Dus ja, ik heb echt heel veel zin in. Er zit biefstuk in, sperzieboontjes. Echt een lekkere salade. Mooi, we gaan lekker naar de Albertijn. Een vuilniszakje mee, huppakee. Goed bezig hoor vandaag, Nes. Nee, dat is kapot. Oké, dan ga ik naar de Albertijn. Waarom kom je eigenlijk mee naar de Albertijn? Waarom wil je eigenlijk mee? Gewoon wat je vroeg bent? Of ik mee wou. Ja, maar normaal zeg je nee. Wat doe je nou? Ik kom niet uit je woorden, man. We zijn net terug van de Albertijn. We hebben even boodschapjes samen gedaan. Ik vind het altijd heel erg leuk als deze met mij meekomt. Want 9 van de 10 keer komt hij niet mee. Even kijken. Kijk, ik ga dus deze salade namaken van Loetje. Hoe lekker ziet deze eruit? Ik laat wel een paar dingen weg, zoals de tauge. En ik ga mijn dressing iets anders maken. En deze salade, als je die bestelt bij Loetje, moet ik wel even zeggen, echt oppassen. Want ze zeiden tegen mij van ja, hij is wel echt heel erg pittig. Toen dacht ik, ach pittig. Weet je, in een Hollands tentje vind ik pittig eigenlijk nooit echt pittig. Maar deze was wel echt pittig. Maar ik vond het eigenlijk best wel lekker. Alleen, er zat wel iets in wat ik niet heel erg lekker vond. Waarschijnlijk zat het of iets met gember zijn of die tauge. Iets vond ik niet zo heel erg lekker. Maar de salade op zich was wel gewoon echt vullend. En ja, je kan er zelf echt gewoon iets lekkers van maken. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga nu starten. Die gaat zo weg. Dus ik eet vandaag alleen. Dus het is echt een gerechtje die ik voor mezelf maak. Ik weet ook niet of Nessie het überhaupt lekker zou vinden. Nessie is sowieso niet echt heel erg van salades met avondeten. Maar ik vind het niet per se een salade. Want het is een warm gerecht eigenlijk. Ik heb gehaald, oh ja, ik was vergeten erbij te zeggen dat ik ook champignons erbij ga doen. Want dat vind ik echt heel erg lekker. Nessie moet dus geen champignons. Ik heb deze slamix gekocht. Ik doe deze tomaatjes erbij. Ik heb deze kogelbiefstuk voor mezelf gehaald van de Albertijn. Rode uitjes. Ik zei sperziebonen, maar dit heette dus haricotverts. Ja, that's it. Hier ga ik dus een gerechtje van maken. Nieuwe kookvlog. Ik heb even de groenten gewassen. Mm. En nu ga ik het allemaal even netjes snijden. Oh, en nou, hoe ga je ze snijden dan? Gewoon uiteinde een beetje eraf. Alleen dat. Hups, meestal gaan bij mij de helft van de boontjes weg. Leuk hoor. Allah. Zo, dan nog een keer. Hou op, man. Ik heb de champignons en de boontjes even gewassen en gesneden. Nu ga ik het even doen met de tomaten en de rode uitjes. Ik heb de tomaten en uitjes even op een andere bord gedaan, want deze moeten gebakken worden en deze niet. Ik hou er echt van als mijn biefstuk echt medium is, dus ik hoop echt dat het me gaat lukken. Hoezo dan? Vind jij niet het lekkerst dan? Wat heb je verstand van biefstuk, man? Heb jij al opgezocht hoe je een biefstuk moet maken? Ja, ik heb het al eerder gemaakt voor jou. Weet hoe jij dan? Niet meer? Moet je zo bakken en dan zo bakken. En dan? Dat is het. Nee. Wat dan? Je moet hem laten rusten in aluminiumfolie en zo. Hij staat daar, zie je dat niet? Hij staat rusten. Onesim, als hij ergens verstand van heeft, doet hij meteen als een bedweter.
Nee, zoek, voilà, zoek op Google hoe maak je biefstuk. Honey heeft het me geleerd. Dus ah, je hoeft me niet te leren. Leuk hoor. Honey, bitterlijk om me. Okay, het komt een beetje in de dressing. Tabasco, chili pasta en sambal. Ja, ik moet even kiezen volgens mij tussen sambal en chili pasta, want het komt bijna op hetzelfde neer. Zout, peper, trassie een beetje, knoflook, citroen en een beetje tomatensaus. Die ga ik allemaal een beetje koken, want het moet warm zijn en dan eroverheen gieten. Ja, dat is het een beetje eigenlijk. Ik ben echt heel erg benieuwd of het lekker gaat worden. Een pannetje voor de groenten. Pannetje voor de biefstuk. En een pannetje voor de saus. Ik heb hierin olijfolie en citroen. En ik ga dit mengsel een beetje erbij doen. Kijk, en dan krijg je dit. Oké, we hebben een schaal. Doen we even veel sla van onder. Bovenop de groenten. Dan doen we zo de uitjes eroverheen. En de tomaatjes. Zo, de biefstuk is ook toegevoegd. En nog meer sperzieboontjes. Biefstuk is trouwens echt perfect gelukt. Ik hou hiervan. Nu als laatst doen we de pittige dressing eroverheen. Dan hebben we dit. Het ziet er echt lekker uit, maar het ruikt ook echt vreselijk lekker. Zo, ik ga lekker eten en Netflixen. Ik was dus gisteren al begonnen aan deze film en die heet Wakefield. Het is echt een zieke film. En die ga ik nu even verder kijken. Dan leg ik jullie even straks uit waarom deze zo ziek is. Inmiddels lekker in mijn pyjama met een theetje. Oh, het is zo... Oh, het vond ze niet zo leuk. Nou, mijn film verder aan het kijken. Ik vond niet zo ver mijn eigen kleren film te kijken. Kan ik nooit. Dus ik heb me even snel omgekleed. Oké, dat was echt de domste film ever. Echt niet normaal. Ik ga nu weer even boodschappen doen op picknick. Aangezien we elke dag naar de supermarkt gaan. Nessie die komt zo thuis. Wij hadden gisteren dus... kebab laten bezorgen van, tenminste we hadden kebab besteld bij Alfanos en toen was er een heel klein stukje van over, die had ik in de koelkast gedaan. Maar die heb ik nog opgegeten en ik vind het zonde, dus ik ga het nu even opwarmen. Het gaat echt om zo'n klein stukje. Dan ga ik er gewoon lekker slaatje bij maken en dan ga ik het gewoon nog eten voor de slaap gaan. Ik heb trek, dus ik dacht nou prima toch. Ja, dat ben ik een beetje aan het opwarmen. Dus ik kom zo thuis, ik denk dat ik dan gelijk mijn gezicht ga reinigen en dan gelijk naar bed toe gaan. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg.